Hoi, dit is Colette van Intuïtief Inzicht. Ik ga de reading doen voor de weegschaal voor de maand december. En vanaf het moment dat je deze reading ziet, is die eigenlijk voor de weegschaal voor de maand december. Oh. Nou, ik ben heel erg benieuwd. Kijk wat resoneert. Als het niet resoneert, is het niet je reading. En soms zijn er ook stukjes uit die wel heel erg met je matchen, met waar je mee bezig bent of gaat in december. Kijk wat resoneert. Tijd is vloeibaar. Mocht je nog geen abonnee zijn, druk op de knop. Het is gratis. Oeh, daar is er al een. Oh, dat zijn er te veel. Ik ben heel erg benieuwd wat de maand december gaat brengen. Wat is er voor de weegschaal? Nou, mocht je nog een persoonlijke reading willen in november, dan kan dat nog. Het kan nog net voor de actie die ik heb lopen. En anders kan het natuurlijk gewoon weer voor het normale tarief in de maanden daarna. Deze moet eruit. Oeh, ik ben heel erg benieuwd. Ik hoop dat het goed gaat met je weegschaal. Deze moet eruit. Dan gaan we eens even kijken. Kijk wat resoneert. En misschien is er iemand in je omgeving waar het op slaat. Dan kun je diegene ook attenderen op de readings. En je weet het, hè, het is altijd vice versa. En als het over twee personen gaat, het kan altijd in een relatiesfeer zitten van een man met een man, een vrouw met een vrouw of een vrouw met een man. Kijk wat passend is voor jou. Oeh. Nou, die bovenste die moet ik pakken, maar dit zijn er te veel. Ik ga eens even kijken wat hier ligt. Ja, oh, dit zijn er twee zelfs. Oké, nou die lagen zo dicht op elkaar, die kan ik dan niet negeren. Dit was de eerste kaart die ik zag omklappen. Eruit vallen en omklappen. En ja, er is een weegschaal die beren op de weg ziet. En of gaat zien, hè, in december. Het is vanaf het moment dat je deze reading kijkt. Ja, er is in ieder geval een weegschaal die in dilemma's zit. Dat is wat ik intuïtief voel. En keuzes gaat maken, maar het gaat niet eens om één keuze. Er zijn meerdere keuzes, heb ik het gevoel heel duidelijk. Misschien ben je met meerdere projecten bezig. En dat er toch op een of andere manier, hoe meer het dichterbij komt, hoe meer problemen je ziet. Ja, hoe meer problemen je ziet. We gaan kijken wat de kaarten nog meer zeggen, want het is altijd natuurlijk in de combinatie van kaarten. Heb je wel eens gemanifesteerd wat je wensen zijn, weegschaal? Probeer te manifesteren, probeer... dat kun je ook doen door bijvoorbeeld een vision board te maken. Of een mood board wordt ook wel gezegd. En het belangrijkste is dat als je het uitspreekt naar het universum, dat je het zegt op een manier waar al uit blijkt dat je het hebt. Dus het zou heel goed kunnen zijn dat je wel al manifesteert, omdat je met zoveel bezig bent en omdat je wensen in vervulling wil laten gaan. Maar dat die beren, mooie kaarten, dat die beren je in de weg zitten. En dat zijn je gedachtes. Blijf in het nu. Blijf in het nu met je gedachtes. En probeer al die achterdeurtjes en mitsen en maren en het zou toch kunnen en al die redenen die je jezelf geeft om iets niet te doen. Of iets voorbij te laten gaan. Ik weet natuurlijk niet waar het over gaat. Probeer te zien dat je jezelf eigenlijk een beetje ervan af probeert te houden op een of andere manier.
Blijf in het nu. Wat hebben we hier? Oh, kijk eens. Een weegschaal die meemaakt op het werk dat er iets is met een collega. Is er een collega die iets van je wil? En wat wil die collega dan? Wil die collega misschien informatie over het bedrijf? Wil die collega een relatie met je? Is die collega verliefd op je? Of ben jij misschien verliefd op een collega? Er is iets met een collega. En ik hoor ook het woord ontfutselen. En dat hoeft niet negatief te zijn, maar het kan om informatie gaan. Het kan ook zijn dat diegene bij jou te raden wil gaan over iets wat jij weet. Een geheim over een andere collega. Het zou heel goed kunnen zijn dat het te maken heeft met, ik wou zeggen hart-tot-hart conversaties. Dat het een privé aangelegenheid is. Maar kijk wat voor jou past. Ik vind het wel heel bijzonder. Er is iemand die wat van je wil, maar wat wil diegene? En er is, oh, dit is zo ongelooflijk passend ook bij de andere kaarten. Wat ik net al aangaf, er zijn sommigen onder jullie van de weegschalen die met meerdere dingen bezig zijn en daardoor ook meer keuzes. Ja, ik zeg het eigenlijk heel krom. Dat er meerdere keuzes zijn, omdat er meerdere dingen zijn uitgezet. En het kan zijn dat je bezig bent met in een relatie, maar ook met een huis en ondertussen ook nog met een baan. Er zijn gewoon meerdere thema's aan de orde in december. En die beren die je op de weg ziet, die hebben alles te maken met die afwijzing. Die afwijzing, dat je misschien bang bent dat je het niet kunt. Dat je bang bent dat een ander je voor is. Dat mensen niet op jou zitten te wachten. Bang dat je geen klanten krijgt. Het kan overal mee te maken hebben. Maar het heeft vooral te maken met alles wat je verzint. Komt allemaal terug op bang zijn dat je niet goed genoeg bent. En nou weet ik natuurlijk niet waar je mee bezig bent, maar de weegschaal die dit aangaat, die weet wat ik bedoel. We gaan verder kijken. Misschien ben je wel, krijg je promotie op je werk, waardoor er een collega is die een beetje aan je benen hangt, omdat diegene wil weten wat er aan de hand is. Misschien ben je ergens voor gevraagd. Kijk wat resoneert. Oh, en die afwijzing. Ja, die afwijzing. Er is een weegschaal, of er zijn meerdere weegschalen die... het is echt ongelooflijk wat hier gebeurt. De beren op de weg zien, bang zijn niet goed genoeg te zijn. En dan komt deze kaart eruit. Iemand die het gevoel heeft dat hij buitengesloten wordt, dat hij er niet bij hoort, dat hij er niet bij mag horen. Of kan het zijn dat je er zelf niet bij wil zijn, omdat het mensen zijn die jou niet passen. Collega's waar je niet bij wil horen, maar ik heb het gevoel dat je zelf een stapje terug doet. Uit een soort onzekerheid, uit angst. Het heeft allemaal te maken met die beren op de weg en de angst voor afwijzing. Terwijl je ook jezelf hiermee afwijst. Ja, en misschien is het wel... zit het in jou dat je zo denkt, omdat die anderen heel graag willen dat je erbij bent. Ja, het heeft allemaal te maken met onzekerheid, lieve weegschaal. Ja, het zou mooi zijn dat iemand jou stimuleert en enthousiast maakt en je laat weten dat je goed bent zoals je bent, want dan ben je. Ja, maar er zit in de maand december zitten er een paar enorme twijfels bij je. Van kan ik dit wel? Welke kaart is dit? Oh, deze kaart.
Ja, deze kaart heeft meerdere betekenissen. En in deze reading is het eerste wat bij mij intuïtief voelt: pak die stoel, pak die positie. Wees daar niet bang voor. En dat kan zakelijk zijn, dat kan ook privé zijn, maar je mag je laten horen. Pak die stoel. Pak die stoel en zit, sta, laat je niet wegjagen. En zorg er gewoon voor dat je er mag. Dat je gezien wordt. Je mag er zijn. Oh, deze valt er al meteen uit. Oh, kijk nou. Ja, dit is van een totaal andere orde misschien. Maar misschien is dit wel wat jou ook dwars zit op dit moment. Je hebt te maken met een player. Iemand heeft te maken met een player. Dat hoeft niet de weegschaal te zijn die dit meemaakt, hè. Je kunt natuurlijk allerlei verschillende storylijnen hebben in een reading. Maar ik heb het gevoel dat het wel hier ook van toepassing kan zijn. Misschien is dat wel die collega. En dat die collega probeert om jou op een of andere manier een beetje onzeker te maken. En af te wijzen en jou af te brengen van een keuze maken, van een promotie. Dat zou heel erg goed kunnen. Ik ga nog een kaart trekken. Ja, misschien is het wel iemand die heel erg de boventoon voert. Ook invloed heeft op een afdeling, of is het misschien wel een manager die zich zo opstelt? Dat gevoel heb ik niet. Ik heb het gevoel dat het een collega is. En dat zou wel iemand kunnen zijn uit dat groepje. En dat er iemand jaloers is, omdat jij kwaliteiten hebt waarop je gevraagd wordt. Oh, kijk nou. Ja, hier ben ik heel erg blij om. Dat je deze kaart ziet, weegschaal. Want jouw innerlijke wijsheid wint het. Gebruik je wijsheid, want je weet het. Je weet wel wat er gebeurt. Je ziet het. Je ziet het. De vraag is alleen of je in staat bent om daar ook op te acteren. En om ook te voelen dat jij goed bent zoals je bent. En dat je je niet uit een stoel laat wegjagen, of dat er geen dat je ervoor zorgt dat poten onder een stoel niet worden weggezaagd. Ja, ik heb echt wel, ik krijg steeds meer toch het gevoel dat dit in een zakelijke situatie aan de hand is. Dat het zich op kantoor afspeelt, maar het zou best een privé aangelegenheid kunnen zijn. Iemand probeert om jou, ja, af te troeven. Als ik het samen mag vatten in één woord, dan zeg ik afgunst. Ja, want je doet het gewoon heel erg goed. Je doet het gewoon heel goed. Oh. Ja, the outside looks grand, the inside is a mess. Er is een weegschaal die te maken heeft met, met een player. En dit kan best een privé situatie zijn, wat ik net al zei. Het zou een collega kunnen zijn. Misschien ben je verliefd op iemand die van de buitenkant, waar je helemaal voor smelt. Iemand die er precies uitziet zoals jij wil. Iemand die charmant is. Iemand die leuk is en aardig. En zodra je met diegene alleen bent, dan krijg je een bepaald gedrag te zien waar je eigenlijk heel erg van huivert. En diegene zit ook gewoon niet goed in zijn vel. Maar het zou best wel eens een player kunnen zijn. Een player die fantastische looks en naar iedereen leuk. En je bent voor diegene gevallen. En dat kan op je werk zijn, hè? Dat kan heel goed op je werk zijn, maar dit kan ook een privé situatie zijn die hiernaast plaatsvindt. Ja, en je wordt gewaarschuwd door de kaarten, want misschien weet je het nog niet en dan kom je daar nog achter dat er iemand is waarmee je omgaat, iemand in je omgeving waar je heel erg van gecharmeerd bent en die uiteindelijk een player blijkt te zijn.
Ik ga nog één kaart trekken. Ja, misschien dat het als het jou zelf niet dat het niet op jou slaat, kan het ook zijn dat het een vriend of een vriendin is die dit meemaakt. Ja, er komt iemand achter dat het een player is. En dat betekent in deze zin dat hij dus met meerdere mensen omgaat, vrouwen of mannen. Dat hij gewoon niet zo aardig en gentle is als dat diegene eruit ziet. En dat kan een vrouw zijn, dat kan een man zijn. Er is veel aan de hand, weegschaal. Blijf in het nu en manifesteer. Blijf bij jezelf. Blijf bij jezelf met je wensen. Laat je niet wegduwen. Waardoor je denkt dat je niet gewenst bent, want je bent wel gewenst. Wijs jezelf niet af. Wijs jezelf niet af en geef je grenzen aan. Ja, het kan heel goed zijn dat er een baan vrijkomt, dat er een stoel vrijkomt en dat jij daarop wil solliciteren. Oh, dit is wel heel erg mooi. Ja. Je krijgt wel hele goede adviezen uit de kaarten in deze reading. In deze situatie waarin je misschien nu zit of in december mee te maken krijgt. Dat het heel erg belangrijk is om, en dat heeft ook te maken met die nu-kaart, dat je meteen acteert. Dus eerst doen en daarna pas gaan nadenken. Want, weegschaal, anders ga je beren op de weg zien. En voor jou is het de komende periode juist heel erg belangrijk dat je heel intuïtief doet. Omdat je zo in je hoofd kunt zitten en allerlei redenen vindt om iets niet te gaan doen of niet te durven. Omdat je ook je laat beïnvloeden door de omgeving. En daar zou die player ook een rol in kunnen spelen. Dus dit is echt heel erg belangrijk. Ja. Acteer maar meteen. Meteen op ingaan en niet over nadenken voordat je mind het weer van je overneemt. Nou. Ja, ik vind het wel heftig. Je laat je op een of andere manier buitensluiten. Maar dat komt ook door je eigen onzekerheid. Dat ego vertelt je van alles. Het verluistert je van alles in. Terwijl je het intuïtief heel goed weet, maar daar niet meteen op naar handelt. Doe dat maar wel. Kijk nou. Ach, eenzaam. Voel je je eenzaam, weegschaal? Omdat je niet weet wat je moet. Je wil wel, je wil niet. Je weet niet wat je wilt, omdat je onzeker bent. Je zit met keuzes. Knopen doorhakken. Wel doen, niet doen. Beïnvloeding van buitenaf. En het kan een familiekring zijn. Het kan een vriendenkring zijn. Het kan een partner zijn. Het kan van alles zijn. Maar ik heb heel erg het gevoel in deze, de rode draad en het thema in deze reading voor jou is dat je wordt uitgetest. Je wordt getest. Je wordt getest. En ik weet niet waarom die test nodig is. Misschien dat je een spurt maakt in je groei. Maar het is zo belangrijk om bij jezelf te blijven en te luisteren naar je eigen innerlijke wijsheid. Ja, en daarnaar te handelen. Niet alleen te luisteren, maar ook te handelen. Laat je niks wijsmaken door je omgeving. Laat je niet beïnvloeden. Je weet het zelf. En ik denk dat het zo belangrijk is dat, dat op het moment dat je voelt van hey, diegene doet dit of diegene doet dat, dan weet jij meteen waarom iemand dat doet, want die wijsheid is er. En dat je diegene dan ook laat niet meteen weer ten dienste zijn. Denk aan jezelf. Ik heb het gevoel dat je in een fase zit dat je, ik wou bijna zeggen, lonely aan de top. Dat je eventjes in je eentje, het is ook een top, hè? Een top van een boom. Je leven gaat ook veranderen. Een 5 is dit. Dat je je eenzaam voelt, omdat je het gevoel ook hebt dat je wordt uitgetest. Of dat niemand van je houdt. Maar dat is niet zo.
Mensen zien wie jij bent en wat je doet en ze vinden het juist geweldig. Ja, dus het zou heel goed kunnen zijn dat er jaloezie is en dat het universum ook aan het testen is. En dat geeft alleen maar een groeispurt. Nou, weegschaal, ik hoop niet dat het al te verwarrend overkwam. Want er zijn veel dingen aan de hand. Maar nogmaals, het heeft allemaal te maken met blijf op je eigen benen staan. Ga niet wankelen. Laat je niks wijsmaken. En laat je niks afpakken. En neem die stoel. Neem die positie. Pak die rol. Waar het dan ook is. In het gezin of in de liefde. Met een partner of op kantoor. Pak wat voor jou is. Wat jou is gegund. Nou, weegschaal. Dit was de reading voor december. Succes!